Winkelconcept Jouw Marktkraam bestaat drie jaar. De Leeuwarden Winkel, die lijkt op een offline versie van Marktplaats, is in drie jaar tijd gegroeid als kool. Er staan al meer dan 35 winkels door heel Nederland. De winkel verhuurt kraamruimte aan particulieren en commerciëlen, die kunnen dan hun spullen nieuw of tweedehands vanuit een fysieke winkelruimte verkopen. Via een app kunnen ze de verkoopopbrengsten bijhouden. En het concept lijkt een gat in de markt. Ja, wij zijn eigenlijk een beetje de fysieke tegenhanger van Marktplaats. Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Je huurt als uh, consument, of als detillist, of als uh, knutselaar, ondernemer. Huur jij bij ons een kraam, een fysieke kraam. Daar kun jij je materiaal kan je in verkopen, kun inzetten, je krijgt van ons barcode stickers. En wij faciliteren dus het verkoopkanaal. Dus mensen die pakken... Het artikel, doen het in hun winkelmandje, lopen naar de kassa, wij scannen dat en wij rekenen het af. Dat bedrag wordt volledig op jouw account gezet en zonder tussenkomst van commissie wordt dat dus doorgestort naar de rekening van de klant. Het concept is nieuw in Nederland en is komen overwaaien vanuit Scandinavië. Nou, in Scandinavië komt het vrij veel voor. Mijn vrouw heeft uh, tijdens haar studietijd in Scandinavië gezeten. Die kende daar het concept vandaan. En uh, zodoende zijn wij er eigenlijk mee begonnen. Gewoon eigenlijk gewoon puur uit, laten het eens een keer afskippen beren. Leuk. Hoe zou er daarop reageren? Nou, dan hebben we de eerste winkel geopend. En dat was vanaf dag één was dat gelijk uh, raak. Dus het is eigenlijk overgewaaid vanuit Scandinavië. Daar hebben we het vandaan. De winkel is in drie jaar tijd rap gegroeid. Nog steeds krijgt Sambrink dagelijks aanvragen binnen van mensen die ook in jouw marktkraam zijn geïnteresseerd. Ja, eigenlijk heel vanzelf. Uh, we zijn hier begonnen en toen kwamen er mensen, vanaf dag 1 waren er mensen dol enthousiast over het concept. En toen uh, kwamen hier ook mensen die hier kochten, die zeiden van nou wij wonen in Enschede. Wij zouden dit heel graag in Enschede willen beginnen. Van, nou, weet je, daar wil ik je wel mee helpen. Ik weet hoe je, moet, uh, hoe je het aan moet pakken. En zo hadden we de eerste winkel, de eerste winkel hadden we in Enschede. En vanuit Enschede zijn we, nou ja, langzamerhand zijn we doorgegroeid naar nog meer aanvragen, nog meer aanvragen. En hebben we winkels geopend. En op dit moment krijgen we 10 tot 15 franchise aanvragen per dag. Jouw marktkraam lijkt nog lang niet uitgegroeid. De Leeuwarden winkel zal straks zelfs buiten de landsgrenzen te vinden zijn. We zijn heel druk bezig met België en Duitsland. Um, um, wat kunnen we daar op korte termijn van verwachten of staat is het is dat echt nog in de kinderschoenen? Nee, ik denk dat België eerst kwartaal 2017 wel een feit is. Dat we daar de eerste winkels gaan openen. We zijn bezig met een grote partij die daar voor ons het land gaat bewerken. En die, uh, die gaat daar de uitbreiding van België op zijn rekening nemen. Dus vanuit Leeuwarden heel Europa door straks? Zou zomaar kunnen. De politie heeft woensdagavond een 28-jarige man uit Assen aangehouden voor de mishandeling van een treinconducteur. De conducteur sprak de man aan omdat hij geen geldig vervoersbewijs had voor de trein tussen Sneek en Leeuwarden. De man werd daarop agressief en sloeg daarbij de conducteur. De medewerker van Arriva liep daarbij een gebroken neus op en is door agenten naar de spoedeisende hulp gebracht. Eén op de vijf Leeuwardens heeft het afgelopen jaar een bezoek aan de tandarts vermeden. Dit terwijl er wel zorg van een tandarts nodig was. Dat blijkt uit een nationaal zorgonderzoek van het Zorgverzekering Informatiecentrum... In sommige gevallen waren mensen bang voor hoge kosten na een bezoek aan de tandarts. Met name mensen met een laag inkomen vermijden een bezoek aan de tandarts. Naast de overweging van de hoge kosten gingen mensen zelf ook niet naar de dokter omdat ze de klachten zelf wilden verhelpen of dachten dat ze vanzelf over zouden gaan. Het bekerduel tussen Cambuur en Ajax is zo goed als uitverkocht. Dat meldt de Leeuwarden Club via haar officiële kanalen. Dit betekent dat er bij het duel in het Kambu Stadion 10.000 stoeltjes gevuld zullen zijn. Dit gebeurde voor het laatst bij de wedstrijd Kambu Herenveen in het afgelopen eredivisie-seizoen.